Luca, jij opent na de start het debat in deze wedstrijd, die achteraf bekeken toch een spannend verloop kent. Hoe is het voor jou gegaan? Ja, ik wist dat het glad zou zijn in de eerste ronde, dus ik wou eigenlijk wel kopstart. Ik kon mijn eigen lijnen kiezen, na een halve ronde kwam timer voorbij en ik wist, ja, die kan ik niet volgen. Daarna had ik mijn eigen tempo, zat ik op plek 3, kwam Ryan nog voorbij. Dat was ook te hoog, dus ik heb gewoon mijn eigen tempo gereden en Bart Ars die kraakte daarna en toen heb ik zo mijn eigen tempo gereden en zo op plek 3 gefinished. Ja, plek 3 voor het Nederlands kampioenschap is voor jou een goede uitslag. Daar kun je echt mee, misschien nog mee naar het WK komen? Ja, ik denk het wel. Ik heb vorig seizoen een paar wedstrijden gereden in verband met de blessure. En ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met plek 3. Luca, gefeliciteerd met jouw derde plek. Ryan, je bent niet meteen mee vanuit het vertrek. Ik hoorde net nog iets waar je dat je een verkeerde bandenkeuze had gemaakt. Maar je kan het tijdens zeker die laatste 2-3 rondes nog heel moeilijk gaan maken. Ja, ik was op de normale band gezet en daardoor viel ik bijna al. Ik had wel een hele goede start. Maar gewisseld en ik had gewoon echt goede benen. Maar ja, Tijmen die verdient het. Hij is tweedejaars. Hij heeft de wereldbeker gewonnen. Dus hij is gewoon de sterkste renner. En ik heb volgend jaar nog een kans, dus ik ben gewoon heel tevreden met mijn tweede plaats. Ja, als eerstejaars een tweede plaats, en wat je hier laat zien is gewoon zeker die laatste twee ronden indrukwekkend. Ryan, gefeliciteerd met jouw tweede plek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tijmen, winnaar van het Nederlands kampioenschap, dat betekent voor jou wel iets dit jaar? Ja, vooral op dit rondje. Ja, het rondje lag me totaal niet. Ik kan hier niet echt mijn kracht kwijt, dus ik ben blij dat ik hier kan winnen. Ja, Ryan komt die laatste ronde nog heel erg dichtbij, zien wij. Heb jij op enig moment nog gepanikeerd of was het voor jou intikken? Ik ben twee keer eigenlijk op dezelfde plek op mijn bek gegaan, even grof gezegd. Dus ik dacht echt van Ryan gaat hem pakken. Dit ligt Ryan veel meer en Ryan is heel snel. Dus, maar ja, gelukkig ging Ryan ook op zijn bek. Dus allebei op ons bek gegaan. En ja, toen kon ik gewoon de laatste ronde rustig uitrijden en de titel pakken. Tijmen, gefeliciteerd met deze titel en onderweg naar Biles. Ik hoop het. Ik heb al een wereldbeker gewonnen, dus ik denk al dat ik geselecteerd ben.